Een verontrustend bericht vanuit Colombia. Op de cel van Sayed Razouki, de rechterhand van Ridouan Taghi, zijn telefoons gevonden. Mogelijk heeft hij volop de mogelijkheden gehad om te communiceren. En naast mij staat John van Heuvel, misdaadverslaggever van de Telegraaf. John, dit is de Colombiaanse autoriteiten, die zijn hier achtergekomen? Ja, naar aanleiding van een tip van de Nederlandse autoriteiten. Ik moet zeggen, het is allemaal vers van de pers. Dus ja, de echte details die ontbreken nog. Maar zoals het er nu naar uitziet, heeft Nederland de Colombianen getipt over het feit dat Sayed Razouki weer zou communiceren met de buitenwereld. Daarop is door een speciale eenheid van de politie in Colombia een doorzoeking geweest van zijn cel. En in die cel zijn twee telefoons gevonden die in beslag zijn genomen en die op dit moment worden onderzocht op wat er nou precies met die telefoons is gebeurd. De politie in Colombia heeft vervolgens weer de Nederlanders gewaarschuwd. Hè, van nou, we hebben dit materiaal inderdaad gevonden. Dus kijk uit, want het is heel wel mogelijk. Dat wijst ook de praktijk uit. Dat er dus ja, ook criminele activiteiten met die telefoons worden voortgezet vanuit die cel. Het gebeurt vaker dat telefoons in gevangenis worden aangetroffen natuurlijk. Ook in Nederland. Ook in Nederland. Maar je moet ook niet uitsluiten dat deze telefoons niet gebruikt zijn om pizza's te bestellen. Nee. Dat er andere dingen mee gebeuren. Dus ja, men is daar wel behoorlijk van geschrokken. Ja, en dan heb je het vooroordeel dat als je geld hebt in zo'n land of in zo'n gevangenis, dat je dat misschien wel iets makkelijker kan regelen dan, klopt, dan een ander. Het is de gevangenis La Modelo. Ik ben daar zelf geweest dit voorjaar. Niet binnen, maar we zijn daar in de buurt geweest. In de hoofdstad Bogota? In de hoofdstad Bogota, naar aanleiding van toen de arrestatie van Sayed Razouki. Dus ik heb me een beetje verdiept in de historie van de gevangenis. Nou, het is een van de zwaarste regimes van Zuid-Amerika. Sayed Razouki zit op een speciale vleugel voor buitenlanders. Hij zit daar in afwachting van zijn uitlevering naar Nederland. Maar omdat ook vanwege corona de procedures in Bogota allemaal erg vertraagd zijn, zit hij dus veel langer dan eigenlijk de justitie in Nederland had gehoopt. En ja, als je, wat jij ook al zegt, als je daar geld hebt, kun je alles regelen. Dan kan je telefoons regelen, kan je vrouwen regelen, dan kan je eten regelen. Dan heb je daar eigenlijk kun je daar een behoorlijk luxe leven leiden. Het is ook zo dat achter de deuren van die gevangenis eigenlijk de drugsbendes het voor het zeggen hebben. Er zijn daar hele afdelingen waar eigenlijk normaal gesproken nooit meer bewaarders komen. Dus in maart, toen hij daar dus ook al vast zat, is er een grote opstand geweest. Dat had ook te maken met corona. Er zijn 23 doden en meer dan 80 gewonden gevallen toen door intern geweld. Dus het is, je moet daar echt wel gewoon bescherming genieten en bescherming ook kopen. Wil je daar overleven? En kennelijk is Sayed Razouki daar wel in geslaagd. Hij is in januari 2020 opgepakt. Je zegt net, door die corona duurt die uitlevering zo lang. Weten we eigenlijk al meer over zijn connecties daar zo, met welk Colombiaans kartel hij wel of geen zaken deed? Hij is toen met een van die drugsorganisaties in Medellín in verband gebracht. Ik weet nog, toen ik daar was, heb ik interviews gedaan met politieinstanties. En die zeiden ook dat ze eigenlijk bij zijn arrestatie geen enkel risico wilden lopen. En een zwaar bewapende eenheid, de jungle commando's, hebben gebruikt om dat pand van hem binnen te vallen. En dat had vooral te maken met informatie dat hij gesteund zou worden door lokale drugsbendes in Colombia. En daar dus faciliteiten ook genoot en ook protectie genoot van die groepen. Dus ze zijn daar met heel veel vertoon naar binnen gevallen. En ik weet nog, ik was in dat appartement. En op het moment dat hij daar die klap hoorde van die deur die eruit werd geblazen, is hij naar de achterkant van het appartement gerend en is hij naar beneden gesprongen. 15 meter lager op het parkeerdek geklapt, zijn arm gebroken. Hij hing ook tijdens de arrestatie, kan ik me nog herinneren. Ja, en toen kon hij worden opgepakt. Ja. Nu is het natuurlijk afwachten. Die telefoons moeten onderzocht gaan worden. Ja, die worden onderzocht. En het is mij niet precies duidelijk wat voor telefoons dat waren. Of dat die speciale encrypted telefoons zijn of smartphones. Die worden tegenwoordig ook gehackt, hè? Die worden ook gehackt door de politie. Maar er wordt natuurlijk uiteraard wordt er onderzoek naar gedaan. En ik vermoed, niet bevestigd, de politie wil er natuurlijk niks over zeggen, is dat hij misschien over de lijn is gekomen bij afgeluisterde telefoongesprekken in Nederland. Misschien ook wel via dat Anchorchat. En dat toen Nederland aan Colombia heeft gezegd van jongens, we horen hem en zien, we horen hem hier weer over de tap. Ja. Ga eens in zijn cel kijken, want dit gaat niet helemaal goed. Dit dossier is voorlopig nog niet gesloten. Nee. John van Heuvel, dankjewel.